Nintendo fans, ik ben hier met mijn beste mattie. Bidoof, want weet je, dit is gewoon de beste Pokémon van alle Pokémon ooit. Deze Pokémon komt je altijd helpen wanneer je een HM moest leren aan een Pokémon. Maar dat is niet langer, want in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl komt een willekeurige wilde Pokémon je helpen als je een HM-move gebruikt. Dus Bidoof kan nog wel langskomen, maar hij hoeft niet meer in je team. Super chill toch, Bidoof? Ik mocht vorige week bij een preview sessie zijn van Brilliant Diamond en Shining Pearl. En die komt op 19 november uit en ik heb allemaal toffe dingen geleerd van mensen van de Pokémon Company. Ik vroeg bijvoorbeeld hoe het zat met shiny hunten. En daar kom ik later op terug. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan gaan we het hebben over Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. In deze preview sessie heb ik een aantal dingen mogen zien die ze alleen nog maar op dit moment aan influencers hebben laten zien. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen. De Great Marsh is terug! De Great Marsh is eigenlijk gewoon een safari zone wat we kennen uit Pokémon Red en Blue. En de Great Marsh zat ook al in Diamond en Pearl. En hierin kan je Pokémon vangen zonder echt tegen ze te vechten. Als je de Great Marsh binnen wil komen moet je 500 Pokémonies betalen. En dan krijg je wat safari balls en wat voer. Dit voer kan je gooien om de Pokémon wat op hun gemak te stellen, waardoor het misschien makkelijker is om ze te vangen. Of je gooit gewoon modder op ze, daar worden ze boos om en dan is het ook makkelijker om ze te vangen. Alleen dan rennen ze misschien ook sneller weg. In de Great Marsh zijn waarschijnlijk Pokémon te vangen die je in de rest van de game niet kan vangen, dus het is het zeker waard om hier even naartoe te gaan. En dit park is verdeeld in 6 zones en in die verschillende 6 zones kan je dus ook weer verschillende Pokémon vangen. Persoonlijk vind ik het super leuk, want ik vond het vroeger ook al vet om in de safari zone rond te lopen om daar te gaan hunten op een Scyther of een Kangaskhan volgens mij. Volgens mij zat de Kangaskhan er ook altijd. Zat jij daar ook, Bidoof? Trouwens, de print van die safari balls vind ik heel nice. Aan de bovenkant lijkt het een soort van legerachtig printje te zijn. Dat ziet er gewoon heel vet uit. Het verhaal van deze Pokémon game kennen we natuurlijk allemaal wel. Je krijgt aan het begin een starter Pokémon die je mag kiezen. Je moet gewoon Pokémon kampioen worden door alle gyms te verslaan. En uiteindelijk ook de Elite Four te verslaan. En in deze game zijn de bad guys Team Galactic. En ik moet zeggen, Team Galactic is wel een van de tofste bad guy teams in alle Pokémon games ooit gemaakt. Wat een leuke update is aan deze game is dat al vrij snel in de game Pokémon achter je aan kunnen lopen. Dat kan nog niet vanaf het allereerste begin, maar vrij snel in de game kan dat wel. Dus dan kan je je favoriete Pokémon zo lekker achter je aan laten huppelen. Bijvoorbeeld Bidoof. Of een andere Pokémon. En dat ziet er gewoon super gezellig uit. Wat er ook in zit is character customization. Zoals we in de laatste Pokémon games allemaal een beetje gewend zijn, kan je weer outfits kopen. Waarschijnlijk geen losse schoenen, geen los broekje en geen los t-shirt. Maar gewoon complete outfits. En de outfits zie je dan ook weer terug in de overworld. Dus dat geeft dan toch wel weer een unieke look aan jouw personage. Zelf vond ik de cyberstaal heel tof. Dat was een zwart met witte outfit en van die fluoriserende groen-gele strepen. Die vond ik er heel vet uitzien. En die ga ik denk ik aandoen. In Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zit ook een hele leuke online feature die je dus samen kan spelen met vrienden. En dat noemen ze de Underground. Om in de Underground te komen gebruik je de Explorer's Kit. En dan ga je op zoek naar glimmende plekjes waar je kan minen. Je kan hier bijvoorbeeld fossielen vinden of evolutiestonen, maar ook beelden, statues van Pokémon. En als je dan zo'n plekje gevonden hebt, dan krijg je een minigame. Ziet er best wel plat uit, maar toch ook wel weer leuk. En je krijgt erin 2 hamers. En met die 2 hamers moet je tikken op je scherm. Dat kan natuurlijk ook gewoon met de pro-controller als je op de tv aan het spelen bent. En als je dan tikt, dan kan je dus allerlei schatten vinden. En aan het einde stort die hele ruimte in. En wat je dan gevonden hebt, dat mag je houden. Ik vind die statues heel tof, want die statues kan je echt hunten. Ik heb bijvoorbeeld een statue, een beeld van Steelix en van Lucario gezien. En die kan je dus dan in je eigen grot neerzetten. En dat is leuk voor decoratie, maar dat helpt ook voor de spawns die je tegenkomt. Ik weet het niet helemaal zeker, maar als je dus heel jouw kamer volzet met allemaal Lucario, is de kans groter dat je een wilde Lucario tegenkomt in de Grand Underground. En de Grand Underground, dat zijn weer verschillende zones. En in die verschillende gebieden kan je dus wilde Pokémon tegenkomen. En dat ziet er een beetje uit zoals in Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Je ziet ze dus al daadwerkelijk rondlopen. En hier stelde ik dus de vraag aan de Pokémon Company van, werkt dat dan hetzelfde als in Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee? En zie je de shinies daadwerkelijk ook rondlopen in de Grand Underground. En de reactie van de mensen van de Pokémon Company was, daar mogen we nog niks over zeggen. Wij willen niks delen over post-credit content. Ja, dus ze bevestigden het niet, maar ze ontkenden het ook niet. Dus ergens heb ik wel goede hoop. En dat worden super vette streams als dat zo is. Als je daar gewoon opeens een shiny Pokémon zo ploep op ziet poppen. Nou, dat wordt een gigantisch moment. Ik weet niet of het zo is, maar ik hoop het wel. En het leuke is dus,
Dit kan je allemaal online doen. Alles wat je in die underground doet, kan online of local met vrienden. Super tof. Ik stelde ze ook de vraag of je daar dan al een beetje snel naartoe kon. En dit bevestigde ze. En waarom wilde ik dat weten? Omdat ik de Pokémon aan het begin van de game in Diamond and Pearl nooit zo boeiend vond. Ik kreeg altijd een beetje dezelfde Pokémon. Ik vond eigenlijk alleen Shinx heel tof. Maar omdat je daar nu dus al best wel snel naartoe kan, kan je daar dus ook al andere Pokémon vandaan halen voor aan het begin van je game. En dat vind ik heel vet. Verder lieten ze ook iets zien wat Amity Square heette. En dat is eigenlijk gewoon een grote, ja, grasveldachtige ruimte. En daarin kan je de 6 Pokémon uit jouw eigen team loslaten. En daar kan je dan allerlei spelletjes mee doen. Je moet ze dus weer vinden in die ruimte. En je Pokémon vinden dan items voor je. En je kan zelf ook weer items vinden. Je kan daar ook poffen maken door berries. En die poffins die heb je weer nodig voor in de contests die je kan gaan doen. Maar daar kom ik straks op terug. Op dit moment zag de Amity Square nog een beetje leeg uit en het zag er voor mij uit als iets wat je misschien 1 keer doet en dan toch niet echt meer terugkomt, omdat het voelde een beetje kaal. Dan die contest waar ik het net over had. In de originele Diamond and Pearl vond ik dat vet irritant, want het was voor mij een hele onderbreking van de game. Ik wilde gewoon Pokémon vangen en toen moest ik opeens allemaal gekke Pokéballs gaan maken en er stickertjes op plakken en moest ik opeens gaan dansen met mijn Pokémon. What? Waarom? In Brilliant Diamond and Shining Pearl zag het er op zich wel leuker uit. Het is een soort van ritmeachtige game waardoor je je Pokémon laat dansen. Je moet dus op het juiste moment op de juiste knopjes drukken. En als dat een beetje moeilijk is, dan is dat nog best wel grappig om te doen. Lijkt me nog best wel oké. Het is niet de reden waarom ik een Pokémon game speel, maar het ziet er ook weer niet zo vervelend uit als vroeger in Diamond and Pearl. Iets anders wat ik dacht dat nieuw was, maar ik weet het niet zeker, was een animatie. Ik zag namelijk een Whizzle en die ging op zijn rug toen hij een watergun attack deed. Toen trappelde hij met zijn poten en toen schoot hij zo een watergun move af. En ik dacht dat watergun altijd gewoon zo was, maar die Whizzle die deed dat heel anders. Ook hebben we gezien dat deze games toch weer iets makkelijker worden dan hoe ze vroeger waren. Pokémon doet het tegenwoordig zo dat je kan zien als je een Pokémon hebt verslagen of de moves die je tegen die Pokémon doet super effective zijn of not very effective. En dat is nu ook zo in Brilliant Diamond en Shining Pearl. Sommige mensen vinden dat een goed ding, andere mensen vinden dat geen goed ding. Ik vind het vooral gebruiksvriendelijk en ja, het maakt de games wel wat makkelijker. Brilliant Diamond en Shining Pearl komen dus uit op 19 november en er zit ook weer een leuke pre-order actie aan. Of nou, je hoeft de game niet eens te pre-orderen. Je kan het ook gewoon krijgen als je de game vroeg koopt. Je krijgt dan 12 quickballs. Maar nog leuker is dat je de mythische Pokémon Manaphy dan ook kan claimen. En dat is natuurlijk altijd vet. Ik heb echt super veel zin om meer dan 450 Pokémon te vangen. Want zoveel zitten er in die game. Ik heb zin om te gaan shiny hunten. Ik hoop dus dat het een beetje op de manier kan als in Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee. Maar ik weet het niet zeker. Laat me even weten of jij deze game wil gaan halen. Ik ben heel benieuwd. Doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!